Het is hier koud, het is hier donker. Ik wil echt niet naar beneden. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.3.2 Expert Mode. Hele lange titel. Ik ben er weer, Stevie, Zeldaplayer20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij het spoor aangelegd, waardoor dat we nu enorm snel richting de dungeon kunnen komen. Hebben we een leegje inventory en in deze aflevering pakken wij gelijk een water candle, want wij zitten in de dungeon. Vergeet niet, de dungeon kun je alleen maar ingaan als je de Skeletron boss hebt verslagen. Heb je de Skeletron boss niet verslagen en je gaat hier naar binnen toe, tot en met service niveau, die wij dus zo zullen zien, 29... Tot met hier. Eén stapje naar underground. En je bent dood. Want dan wordt er een beest wakker. Dan wordt Skeletron wakker. En die knalt je dan echt in één klap neer. Dus ja, je kunt hier alleen maar naar binnen komen op het moment dat je Skeletron verslagen hebt. De dungeon is een gevaarlijke plek. En hallo Waterbolt. Unpleasant. Ah, dat is decent. De Waterbolt die vervangt eigenlijk een beetje de Vile Thorn, dus daar kan ik wel mee leven. Maar ja, we hebben heel erg veel bijen. Dus ja, in de dungeon. Zoals heel veel van jullie weten. Ik ben geen fan van de dungeon. Dit heeft een reden. In de dungeon hebben we verschillende items die we te pakken moeten krijgen. Met kistjes. Die kistjes zitten op slot. Die kunnen we alleen maar openen door het vinden van een gouden sleutel. Hoe krijg je gouden sleutels? Drops van vijanden of je komt een slime tegen. Een dungeon slime om precies te zijn. Die we dus nu hier toevallig al eentje tegenkomen. Mooi. Dat is de enige manier om aan keys te komen en dus zo die kistjes open te maken. De vijanden hier droppen ook nog eens een keertje items die we nodig gaan hebben. Zoals een tellycounter. In verband met, ja, we wilden toch de mobiele telefoon maken. De telecounter die is dus heel erg belangrijk. En natuurlijk het gevreesde moment, de Nazar. Waar ik dus geen zin in heb om die te gaan farmen. Uit de kistjes hebben we nodig een handpistooltje. De Shadow Key, die we nou toevallig al gepakt hebben. Een schild, hoe heet dat? Volgens mij de Cobalt Shield, zodat die heet. En de Massamune hebben we nodig, hier uit de dungeon. Dus een heleboel items die we dus nodig hebben uit de dungeon. En het wordt ook aangeraden om zoveel mogelijk al van een dungeon te gaan exploren. En ik moet zeggen, de B-sword werkt mij hier echt heel erg goed af. In mijn testfase had ik nog niet eens B-sword, dus volgens mij heb ik het daar gewoon gedaan met een Flame Sword of zoiets. Flame. Maar goed, laten we... Ja, deze gasten hier. Deze die kunnen een Nazar droppen. En dat zou leuk zijn als het de eerste zou zijn geweest. Maar nee, ik heb altijd pech met die dingen. In mijn testronde namelijk heb ik er meer dan 150 moeten killen voordat ik eindelijk een Nazar had gekregen. I kid you not. De Nazar heeft een dropkans van 2%. Dat is 1 op 50. In normal modus heeft het 1 op 100. Dus 1% kans. En... in die let's play op 1.2.4 heb ik 4 uur vastgezeten met het zoeken naar de Nazar. Dus ja, ik ben niet echt een fan van de Nazar. Dat is een feit. Goed. Deze blue candles, die zorgen ervoor dat er een water increase... of een water increase... een water increase, hoe kom ik daar nou weer op? Die zorgen ervoor dat er een extra increase is aan monsters die zullen spawnen. En daar wil je dus voor uitkijken. Dus de water candles, neem ze zo snel mogelijk mee als je ze ziet. En voor Waterbolts, kijk altijd uit naar het blauwe boekje met een extra streep. Het blauwe boekje met een extra streep is namelijk een Waterbolt, die ik nog niet heb laten zien op een of andere rare manier. Hier zit er ook weer eentje. De Waterbolt, die werkt namelijk als volgt. Die straalt, daarna vuur je een waterpistool af. Ik voel me nou net van Flareon. En met die waterpistool, ja, die bounce dus een paar keer op en neer. En die is penetrerend. En daarmee kun je dus heel makkelijk een groepje van vijanden aanvallen. Dus zeker een handig wapen. En... oh. Oké, het is pas een tweede. Het is pas een tweede. Dus, oh, spike, swingballs. Traps zullen dus ook in één keer random spannen. Zitten ze op een hele irritante plek. Loop gewoon weg en je zult er geen last meer van hebben. En hallo! Met jou praten we later nog wel heel eventjes. Want, hé, we hebben een telecounter. Mooi. Maar met jou praten we later nog wel heel eventjes. Dat is degene die wires verkoopt en de wrenches en al die andere dingen die we nou op dit moment nog niet echt kunnen gebruiken. Goed, hoi. Doe jij de deur open? Wat lief van je. Ik bedoel, ik vind het wel leuk als je hier dan die banners tegenkomt. Dit hier is ook trouwens een van de dingen. De Alchemy Table. Dat is waar je potions kan maken en dat je de kans hebt dat er ja, geen ingrediënten gebruikt worden. En dit is nogal vervelend. Auw. Dat is een hele vervelende plek daar. Nou hoop ik ook de Summoners Table te vinden. Want dan kunnen we namelijk een extra summon oproepen. Even een beetje extra licht maken. Oeh, kooibordel! Geef! Geef het! Geef me geld! Dat maakt me vrolijk. Dank je. Oké. Okay. En nog maar weinig keys trouwens. Oh ja, ik had Mume beloofd dat ik... Oh, trap. In de dungeon zit het ook altijd vol met traps. Ik had Mume beloofd dat ik piano mee zou nemen. Dus ik zal één piano meenemen. De Green Dungeon piano. Ik hoop dat dit blij mee is dat ik die meeneem. Die komt dan mooi in het Vitsermanshuisje. Hartstikke leuk. Ik heb nog steeds geen sleutels. Ik heb sleutels nodig. En licht. Deze hebben we al eentje. Laten we er nog eentje meenemen voor de lols. Jou nemen we ook mee. We gaan dadelijk pas met de enemy farm beginnen. Maar het is nou nog exploren. En zorg ervoor dat je alles goed exploort. Als je dus bijvoorbeeld... ja, als je andere kistjes tegen gaat komen. Want die kistjes die zijn heel erg belangrijk in spoilers modus. Damn, wat veel vijandjes hier. En, oeh, kom op. Drop hem. We hebben de telecounter, die hebben we al. Nou nog de Nazar zo snel mogelijk. Ik heb echt geen zin om 5 afleveringen. Hey, daar komt weer een andere boekentrap. Hou ik niet van. Heeft hij hem gedropt? Nee. Dit is wel een goede farmplek eigenlijk. Ik denk dat ik deze plek heel eventjes ga bewaren zo. Met die blue candle. Ik bedoel, het is een extreem goede farmplek. Nou ja, ik heb ik al... Nog steeds niet. Oh, hi. Sorry, mijn beste meneer Skeleton. Zou u zo vriendelijk willen zijn om niet zomaar in één keer uit de lucht te kunnen vallen en boven op mijn hoofd te landen? Dat doet namelijk nogal pijn. En dat is grof. Brutaal zelfs. Niet vriendelijk. Niet lief. Nou, wat ook heel erg leuk is om te kijken is de achtergrond van de dungeon. Dit maakt namelijk later ook nog eens een keer in spoilers mode enorm uit. Op het moment dat de achtergrond namelijk verandert, dan is er in spoilers mode dat er hier andere vijanden zullen zitten bij verschillende achtergronden. Maar daar zou ik het wel op hebben als we op dat tijdstip zullen zijn. Goed, wat hebben we hier nou nog meer? En hi, wil jij een zaadje erop? Oké, ik was te proberen. Het was gewoon te proberen. Nou, dit is best wel een complex plekje. En elke keer nadat ik onze lichtorp zie, denk ik bij mijn eigen van... Hey, golden coin shower en... Hallo Dungeon Slime! Het is eigenlijk wel grappig dat de Dungeon Slime ook als een rare creature wordt beschouwd, omdat hij heeft gegarandeerd altijd een golden key. Dus, altijd handig. Oké, nou, oh. Haha, je hebt me gemist. Stom ding. Nou, die trap die maakt me, of die schakelaar die maakt me niet zoveel uit. Het gaat mij om die, hi. Zo. Dungeons zijn gevaarlijk, maar ik ben gevaarlijker met mijn bijtjes. Die traps, echt overal vind je die traps. Hier, kijk. Oeps, niks. Oké. Okay. Nou. Oh ja, deze kunnen zelfs ook op spike floors. Yo-yo. Niet wat ik zoek. Dat is echt een probleem, want dan heb ik weer geen sleutels. Hi. Ben je al neer? Oh. Ben je nou zaar? Nee. Ben je dan nuttig? Nee. Ben je dan irritant? Ja, nogal. Vervelend. Clear. Schaf uit. Heb ik mijn schild niet meer? Ik heb mijn D-schild niet eens meer. Ah. Nou, maakt niet uit. Heb ik de Nazar al? Nee, ik heb wel een telecounter. Yay. Daar zit je op te wachten. Oh ja, en skeletons die ook nog eens een keer met waterpistool kunnen spelen. Hallo, ik ben elke keer blij om jullie te zien, maar niet blij als jullie geen Nazar droppen. Daarna boeien jullie gewoon niet meer, jullie weten dat. Nu zijn jullie nog interessant, maar op het moment dat je Nazar dropt, dan is de interessantheid weg. Hey. Oh, en ja, de reden dat de grapplinghoek, dat was in de vorige aflevering. In de vorige aflevering heb ik namelijk verschillende dice gegeven. Voornamelijk aan Jolteon, die is nou een beetje goudkleurig, want dat vonden jullie veel mooier dan de gele kleur. En Jolteon die voelt zich daar ook wel, die voelt zich daar een beetje shiny, dus dat is wel helemaal geweldig. Shiny Jolteon. Hashtag Shiny Jolteon hype. Oké. Nou, comment van aflevering 15 of 14. Ik weet niet welke aflevering dat het is, maar lekker belangrijk. Dat iedereen daar met hashtag Shiny Jolteon. Zou grappig zijn, maar. Nah, gewoon leuk. Zelf bepalen als je zin hebt om een reactie achter te lachen. Gewoon zelf. Laat ik het zo zeggen, het geeft niet extra kans om op de bal of in het awesome commentshuisje te komen. Dus, jeetje, dit gaat echt lang door, zeg. Allemaal van die kleine paardjes. En... hey, golden key, daar ben ik heel blij mee. En een bone wielder, nou, daar ben ik wel blij om eigenlijk. Oké, jij mag zo. Deposit, want we hebben niet echt alles nodig. Maar ja, deze hebben we wel nodig, die zijn heel belangrijk. Heb ik ook LPV-posters op het moment? Nee? Dan houden we het zo. Dan doen we eventjes weer loot al. Kistje weer meenemen. En dan gaan we verder met onze quest. En... oh ja, wacht eventjes. Ho, ho, ho. Stop. De golden key. Ik heb het vaak gehad dat ik golden keys had. En dat ik ze dat per ongeluk in de piggybank had gedaan. En dan kom je bij een kistje en dan... waarom gaat een kistje nou niet open? Ik heb toch duidelijk een sleutel gebruikt. En dan wil dat kistje niet open gaan. Ik weet absoluut niet waarom dat ik als... hoe heet dat pink nou ook alweer? Die kat van Dommel, Balthazar. Ik weet niet waarom dat ik als, in één keer als Balthazar klonk. Geen idee. Soms komt er in één keer een willekeurige stem tevoorschijn. Over stem trouwens gesproken. Ja, mijn stem is nog een beetje aan de schrale kant van het... ta-ta-ta-ta-ta. Even een bizar. Toink, toink. Poison weg. Daar wordt op de deur geklopt. Ga nou toch. Hij kan de deur niet openmaken in verband met tot... de troep voorlag en dan kan de deur niet open. Andere manier om toch beesten te blokkeren, maar... oké, we hebben nou al 50 Angry Bones. Ik maak me nou al een beetje zorgen. Ik ben gejinxed door de beest. Of cursed, ik noem het gewoon jinx, omdat... ja, dat is van de Majora's Mask. Dat heet gewoon zo. Maar we hebben in ieder geval weer een golden key. En we hebben nog genoeg hier in de dungeon te doen, dus zolang dat we de Nazar nog niet hebben gevonden, nou ja... het zou fijn zijn als we hem al hadden, maar zolang dat we hem nog niet hebben, het zij zo. Ik bedoel, in mijn Let's Play testfile heb ik minder geluk gehad. Ah, de handgun die hebben we. Die kunnen we ook alvast neerschrijven van... daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. Oké, nou, en sleutels hoeven we ons voorlopig ook even nou geen zorgen meer over te maken. Ik bedoel, serieus. Sleutels genoeg. Ai. We moeten even naar boven spelen. En de zaak is nog steeds welkom. Even nou een zaak. Oh ja, ik heb geen ballon. Ik wil echt een ballon hebben, zodat ik de dubbeljump en de ballon en de horseshoe samen kan combineren. Dan maakt het leven een stuk makkelijker. Oh ja, en de skeletons die hebben ook... of ja, de skeletons voor mij nou. De skeletons die hebben ook de kans om een key te droppen. Alles eigenlijk in de dungeon heeft de kans om een 3 key te droppen. Volgens mij bestaan ook 1% of iets. Oké, luister. Jullie hebben een dropkans van 1 op 50. Ik tel jullie gewoon mee. Hoi. Weer een shadow key, die heb ik niet nodig. Waarom geven jullie me nou weer een shadow key? Waarom zijn jullie nou zo gemeen? Geef me gewoon die Cobalt Shield. En een Waterwalking Potion. Leuk. Zit ik daarop te wachten? Nee. Hoi. Wat een krendel. Jij hebt een Nazar voor me. Please zeg me dat je hem hebt. Geen Let's Play vloek, alsjeblieft. Door, kom op. We zijn er zo gemeen tegen mij geweest. Gemeen. Oh. Dit is een hele grote party die jullie hier hebben. Ik hou van mijn wapen. Dit zwaard is echt geweldig, omdat het de hele tijd van die bij... Nazar? Nee. Dat er de hele tijd van die bijen uitkomen, dat helpt echt enorm. Oké, sick hem. Sick hem, sick hem, sick hem, sick hem, sick hem. Sick hem more. Ah, de Massamune. Die hebben we nou... even kijken, daar hebben we hem. Sharp Massamune. Nee, we houden nog steeds de Beekeeper. Maar de Massamune is ook handig, want dat is namelijk een ingrediënt voor de... volgens mij heette die de Night's Edge. Dat weet ik niet zeker. En ja, ik heb gezien dat mijn inventory alweer vol zit, dus... ik ga heel even de piggy oproepen. En jeetje, deze dungeon die gaat diep. Piggybank. Quick stack, deposit al. Zo. Wacht eventjes. Kan een Waterbolt ook in een boekenkast zitten? Wacht, daar heb ik nog nooit uitgeprobeerd. Waar is nou de... Oh, hier. Nee! Nou ja, hij zit er wel in, maar... als decoratie... Damn, dat is gemeen. Ik had toch echt wel gedacht dat er... Oh boy. Deze dungeon die gaat diep, jongens. En we hebben nog niet eens de locatie gevonden van andere kistjes. Hoi. En dan bedoel ik van de spoilerkistjes. De kistjes waarvan we eigenlijk nog niet eens mogen weten tot ze bestaan, maar toch, ja, tot ze er al zijn. Hier. Laten we jullie even helpen. Kijk eens aan. Nou, en dan gelijk aanvallen, dat is niet lief, hè. Nee, dat mag je niet zomaar doen, hoor. Oké, nou ken ik hier... We moeten nog de Cobalt Shield moeten we nog hebben. De Summoner dinges moeten we nog vinden. Een heel handig item. Even wat extra licht maken. Water Candle weer meenemen. Zoinks. Hallootjes. Ik vraag me toch af waar dat die summon dingen neer hebben gezet. Hallo. Het is wel heel erg druk met jullie. Willen jullie een beetje rustig? Beetje rustig maken. Oh. Zo. Auw. Waar zit... Oh, die zit hier gewoon in de muur verborgen. Oké, traps die moeten verborgen zitten. Anders zou het geen trap zijn. Maar echt, damn. Die hebben ze heel erg goed verborgen. Daar ben ik het niet mee eens. Oké, nou even weer een wadden. Hartstikke leuk, weer een waddencandle. Die is wel handig om op bijvoorbeeld een arena neer te zetten ofzo. Of als je een increased monsterspan wil hebben. Op sommige locaties dus. Als je ze meeneemt, dan hoef je niet bang te zijn dat er increased monsterspan nog is. En op het moment dat je ze neerzet, ja, dan kun je ze gebruiken voor farms. Ah, we hebben er een. De jungle chest. En je wil me volstouwen hier met Nazars? Nee. Even weer helemaal volstouwen met toortjes. Totdat dat op de map heel goed en duidelijk aangegeven is van... Hey, mafkees! Hier zit zo'n kist. Kijk, op de map krijg je dat heel goed te zien. Het gaat zelfs nog dieper. Wauw. Auw. Oeh, daar hebben we hem. De Magic Spell Bewitching Table, hoe dat ding ook heet. Zorg ervoor dat we dubbel de Flareon gebruikt. Flareon, gebruik dubbelteam. Ik weet nog niet eens of je dat kan leren, maar dat maakt helemaal niet uit. Je gebruikt het nu gewoon. In dit spel is alles mogelijk. Het is Terraria, wat doe je expect? Oh. Paas erop. Oh, boy. We hebben nog maar heel weinig kistjes geopend. Hoi. Goed. Kennen wij... Even veilig. Oh, dat is diep. Wacht even, waarom ben ik bang voor? Ik bedoel, we hebben geen falling damage meer. Hoppakee. Oké, in dungeons wil je al de horseshoe zeker hebben. Dat wel. Dus, oh, en er zit hier een... Dat is niet aardig. Oké, nou, we hebben nu in ieder geval... Het is ook wel handig, omdat hier dan de hele tijd vijanden naar beneden kunnen vallen. Dit is wel een handige farmplek voor later. En de Blue Moon, die hebben we niet even nodig. Kun jij misschien zo vriendelijk zijn om eventjes een Nazar te droppen? Mijn beste Kurt Skull. Ik zou het zeer op prijs stellen. Oh, hij heeft me gejinxed. Als je gejinxed bent, dan kun je nog niet eens potions gebruiken. Boink. Ja, ik heb mijn potion knop, die heb ik dus ook vervangen. Normaal gesproken bij default is het hamer. Ik heb het nou op een knop gedaan van mijn muis. Die anders toch geen effect had. Dus, hoi. Ik denk dat ik echt een farmplekje, tot ik een farmplekje heb gevonden. Oké, dan ben ik heel erg nieuwsgierig, want de dungeon gaat daar door. Ah, die gaat daar boven nog door. Oké, dus we moeten hier naar boven toe. Altijd spannend. Heel erg leuk. Oh. Dus we hebben nog niet echt alles gevonden wat we nodig hebben. Dat is vervelend. Maar aan de andere kant hebben we ook nog niet heel de dungeon geëxplored. Want er zijn nog heel veel kistjes die we nog niet geopend hebben. Of blue candles die we hier tegenkomen. Laat maar raden, daar is nou hartstikke druk. Leuk voor hun! Leuk dat we daar een peestje hebben. Ik bedoel, de enige vijanden waar we echt iets van voor moeten farmen, dat zijn deze beesten hier. We hebben een Nazar! Oh, we hebben er een! Oh, we hebben een Nazar! Daar ging je! Wow! Really? Dankjewel. Oh, we kunnen nou zo snel klaar zijn in de dungeon. En iedereen die zit nou echt zo van... Oh. Nee, niet oh. Dit is awesome. Weet je hoe erg vervelend het is om echt keilang in de dungeon vast te blijven zitten en moeten farmen. En vergeet niet, we hebben hier nog steeds een verschillende handvol van items nodig. We hebben nou de Magic Missile. Niet echt een item waarvan ik zou zeggen van, joh, die wil ik hebben. Maar, ja, we hebben hem. En die, jee, was een beetje te zwaar voor mijn stem nog. Vergeet niet, ik heb pas geleden een evenement achter de rug gehad, dus ik ben nog steeds een beetje schor ervan. Maar goed. Het allerbelangrijkste wat we dus nou nog moeten vinden is een coinportal. Ah, oké, een kleintje, maakt niet uit. Coinportals. Oh, de corruptie chest. Oké, ik ben helemaal volstouwen weer met Tor. Heb ik geen tortjes meer? Wel, ik nog tortjes zat. Maar gewoon tortjes hier plaatsen. En nou, jij eens eventjes je mond. Jij brutale Skelly. Oh, mijn dag is al helemaal goed. Ik ben nou zo'n blij konijntje. Kom hier. Wees een man en vecht. Dat is wel een beetje... Oh boy. Vergeet niet, we hebben ook nog de kistjes in de ingang. En wauw, 3 stuk zie ik gewoon. En... Oké, als je ook nog een tally counter wilt droppen. Ik vind het best. Geen probleem mee, gast. Hartstikke gezellig. Ik vind het best hoor. Ik hoor heel veel vijanden in ieder geval tot er weer gesplant is. Nee, jij mag geen waterpistool gebruiken. Daar geef ik geen toestemming voor. Wil je deze meenemen? Ja, natuurlijk wil ik het meenemen. Zo! Hoi! Nou ja, misschien dat we ook nog de boonwand kunnen krijgen. Niet dat we de boonwand echt nodig hebben. Maar... Ja, hij heeft een 0,4% drop chance van alle vijanden die hier dus zitten. Dus op zich kan die wel leuk zijn. Hoi! We zijn nog op zoek naar gouden kistjes. Heb je niet toevallig een paar gevonden? Want ja, wij hebben helaas nou op dit moment niet echt veel geluk met ze te vinden. Oké, hebben we hier nou alles... Ja, ik wil wel even rustig kijken, maar dan moet hij geen waterpistool doen. Ik zei, dan moet jij geen waterpistool doen! Oké, ik ga heel eventjes gewoon dan even ergens hangen. Gewoon hier. Dan gaan we zelf even kijken. Nee, we hebben daar niet alles explored, dus we moeten daar nog naar boven toe. Oké. Ik doe de map nou toch heel eventjes opengooien dan, in verband met dat we dan kunnen zien welke kant dat we ongeveer op kunnen. Vergeet niet, het is altijd wel een enorme... ja. Het is altijd wel een enorm doolhof, dus nou ja, als je helemaal alles gezien hebt, dan kun je een mooie kaart gebruiken. Alleen de reden is, ja, omdat ik dus op 720p speel voor YouTube. Vind ik het dus zelf heel erg belangrijk tot, ja... Jullie kwaliteit is voor mij het belangrijkste dan comfort spelen. Want zelf speel ik het... In privé speel ik het gewoon echt op 1080. Dat is veel uitgezoomder. En als je dan je eigen scherm voor je neus hebt, ja, dan ziet het er inderdaad wel fijn uit. Of je moet de hele tijd de video op fullscreen kijken. Maar ik vind dat je dit ziet er toch voor jullie ook beter uit, dus... Vandaar dat ik heb gekozen om gewoon 27p te pakken. Maar ja, dan vind ik de map een beetje te veel van het scherm innemen. Dus daarom heb ik hem het liefste uitstaan. Oké. Hebben we nog een extra gouden kissie? Het lijkt wel een beetje op zo'n... Nether Fortress als je mij vraagt. Hallo. Vind ik zo gaaf dat het ook helemaal gerandom generated is. Oké. Ah, weer zo'n jojo. Ik wil die jojo's niet, serieus. Ik dacht niet jojo's. Oké, nou die daar. Zo. En dan kunnen we alleen maar quickstack doen. Maar ja, het geeft genoeg ruimte. Goed, alweer. Hi! Nou, we hebben al 50 van die beesten ondertussen ook al gekild. Hartstikke leuk. Kun je nagaan dat ik dus in mijn testfile gewoon 3 van die banners had van de Cursed Calls en nog steeds geen Nazar had gekregen. Dat was gewoon echt te pijnlijk voor woorden. Jeetje, dit gaat echt lang door, jongens. Wauw. Wat is dit? Is dit goud? Huh. Hallo. Is je veilig? Ik vind van wel. Doink, doink. Oh nee, stop nou eens met mij te cursen. Dat is niet lief. Is dat een... Nee, dat is gewoon een blauw boek. Oh. Die ook even meenemen. Jullie even neerhalen. Want waarschijnlijk zit die weer beneden een kistje. Oké, er zit een kistje. Niet een kistje waar ik op koop, maar er zit een kistje. En willen jullie alsjeblieft nou eens even rustig neergestoken worden? Natuurlijk, er zit altijd standaard een gouden key in. Altijd handig, want ja, we hebben best nog wel veel te vinden. En het probleem is, we hebben de dubbele team van Flareon. Die eindigt over 2 minuten. Daar ben ik minder enthousiast over. Dit gaat echt diep. Ik weet niet, dat hebben we allemaal nog steeds niet geëxploord. We hebben hier. Weer een Massamune. Damn. Sorry, Muramasa dinges. Oh! Luister, ik heb geen zin in een waterpistool, dus alsjeblieft doe don't! Nou, we zitten al 25 minuten. Ik moet eigenlijk de aflevering afsluiten. En dat betekent dat ik eigenlijk eerst terug naar huis toe moet om eventjes te kijken wat we allemaal hebben. En natuurlijk de comment van de dag. Die wil ik vandaag zeker nog doen. Ik bedoel, we hebben snel transport om snel terug te kunnen gaan naar huis. Dus daar zit het probleem niet echt in. Maar ik bedoel, we hebben zoveel te exploren, jongens. Oh, kijk eens, kijk eens. Auw! De pijn. Dan ga je eens even neer. Oké, even... Ik weet wat jij van plan bent. Jij bent irritant, gemeen en irritant en gemeen. Net zoals jij. Je komt zomaar in één keer uit de lucht vallen. Wil je dat alsjeblieft niet doen? Ik heb gevoelens. Al zou je dat niet denken. Ik ben... Hatschatatapo. Ninkampoep. Goed, nou. Even piggybank. Dan doen we gewoon... Waarom heb ik een deur? Quickstack. Werkt altijd wel weer goed. Ga er geen nou eens even neer. Het laatste kiesje waar we namelijk open kunnen maken. Weer een handpistool. Daar heb ik nou niks aan. Oh, wat zit hier eigenlijk allemaal beneden? Hoi. Heel misschien dat hier dan nog een kistje zit. Vooruit dan. Nou, er zit een slime. We zitten gewoon bijna in hel. Wauw. Oké, dit is de diepste dungeon die ik ooit heb gezien. Serieus. Ik vind het grappig hoe dat hier alles in de fik is gezet door onze Flareon. Haha. Oké, nou, ik vind deze part wel mooi geweest. We willen nog... Nou, oké. Het vierde kistje hebben we hier ook gevonden. Mooi. Deze dungeon is echt gigantisch. Zodat er geen einde aankomt gewoon. Hallo. Ik zeg de hele tijd van ja, we moeten terug. En dan niet teruggaan. Dat ik nog 1 kistje heb gevonden. Oké, dit is echt de laatste kistje. Gegarandeerd. Beloofd, jongens. Beloofd. Oh, auw. Oh, help. Oeh, dat ging me net goed. Is alles dood? Mooi. Weer een shadow key. Damn. Nou ja, we hebben in ieder geval een hele volle inventory. 2 volle inventories die we nog uit moeten zoeken. Dus laten we maar heel eventjes teruggaan. En heel eventjes snel kijken wat we precies allemaal hebben. Goed, na onze winst, na ik weet niet hoeveel verschillende potions ook gevonden te hebben. De Shadow Key die is nodig om de kistjes in hel open te maken. De kistjes die we daar kunnen vinden, de Shadow Kistjes. 1 Shadow Key is voldoende om alle kistjes daar te openen. Dus je hebt er maar eentje nodig, de rest kun je allemaal verkopen en dan kun je best wel leuke gold voor krijgen. Piano die zetten we dadelijk nog dan heel even in het Fisherman's huisje. De handgun die kunnen we upgraden met de Hellstone die we kunnen vinden, beneden. En aangezien dat we helaas geen Hellstone hebben, kunnen we hem nou nog niet upgraden. Maar dat is zeker 1 ding wat ik wil gaan doen. Want dan wordt hij zelfs nog sterker dan een musket. Dus zeker handig om dat te hebben. Nou, de Nazar, daar ben ik heel blij om dat we die al gevonden hebben. Magic Missile, die kan op zich wel grappig zijn. Dat je kunt hem zelf bepalen waar dat hij dus naartoe gaat. En dan kun je hem loslaten en dan gaat hij gewoon die kant op. Hij is ook best wel snel. Ik vind hem grappig. Ik vind hem grappig. Het is een leuk, grappig ding. De Bewitching Table, die wil ik zeker hier eentje neerzetten. Op het moment dat wij die gebruiken, kunnen we dus een dubbele summon ophalen. Dus die wil ik hier mooi tussenin zetten. Als je denkt, waar zijn die dingen gebleven? Die heb ik even daar neergezet, omdat dat is gewoon speciaal crafting material. Dus ja, nogmaals, als je die daar neerzet, dan kan Flareon dubbelteam gebruiken. Of welke summon dat ik ook bij me heb. Even kijken, dan hebben we de Hurtful Blue Moon. Niet echt een wapen waarvan ik zeg dat ik hem handig vind. Ik bedoel... Ja, hij doet wel veel. Dat hebben jullie niet gezien. Dat doet wel veel damage, maar ja, hij is heel erg traag in gebruik. En ik zelf ben er nooit eigenlijk een fan geweest van de swingballs. Nou, de Muramasa, die is heel erg handig. Volautomatisch, ook nog eens een keertje. Maar ik gebruik hem eigenlijk alleen maar als ingrediënt van 9 van de 10 keer heb je al of een Night Edge of... nee, niet de Night Edge, de wapen daarvoor. Of heb je inderdaad al een beter zwaard gevonden. Dus ik gebruik hem zelf bijna niet. Bone wielder, daar kunnen wij ja, meubels van botten maken. Hartstikke leuk. Dus die zou ik dan eentje ook hier neerzetten. En een Superior Valor, die hebben we gevonden. Nou, dat is gewoon net zoals alle jojo's. Een jojo! Wat leuk. Dus ja, dat heb ik een beetje gevonden. En met dat ga ik het afsluiten. Dus ik pak er al even een bordje bij. En wij gaan naar de Wall of Awesome. Of ja, het huisje van de Awesome Comments. Het is geen wal, het is hier een huis. En de comment, die is door de randomizer gekozen. En de comment is geworden van aflevering 10 van Sienna van Drunen. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. En die had geschreven... Flareon! Flareon! Flareon. Bedankt voor je reactie. Vandaag zou het dan wel heel erg leuk zijn, want we hebben dubbel de Flareon. Dus bedankt voor je leuke reactie. En heb jij zelf nou ook een leuke reactie die jij wil plaatsen over deze video? Laat het zeker weten in de reacties. Reactie gewoon lekker in de reacties. Zet het neer. Misschien wordt jouw reactie wel gekozen om binnen te komen in het huisje van de geweldige comments. En ja, met dat gezegd hebben, dank ik jullie natuurlijk voor het kijken. Laat ook een like achter als je deze aflevering natuurlijk leuk vond. En met dat gezegd hebben, dank ik jullie nogmaals voor het kijken. Wens jullie nog een hele fijne dag toe. En hoop ik jullie allemaal weer te zien in de volgende video. En heb ik nog niet eens de treasure bag gepakt van King Slime in de vorige aflevering. Maak ik open in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!